Het hebben van een goed pand voor de Belastingdienst is een goed recht. Dit was een van de markante uitspraken van toppers van de Belastingdienst bij de start van het verbouwingsproject van de Belastingdienst aan de Dr. Sofie Redmondstraat. Financiënminister Stanley Raghubarsingh geeft aan dat de Belastingdienst bijzonder belangrijk is voor het land en dat dat duidelijk tot uiting moet komen. Die Belastingdienst is belangrijk. Wij zijn die mensen die bij de belasting en de douane werken, uiterst dankbaar. Wij zeggen dat te weinig, maar laten we zeggen, we vertrouwen jullie. We hebben vertrouwen in wat jullie doen. We hebben respect voor wat jullie doen. Het is in belangrijke mate door jullie werk en inzet dat gebeurt wat er kan gebeuren. Dat er mogelijkheden zijn, dat er financiering is. En natuurlijk, wat mevrouw Wijnerman zegt, wat de directeur belastingen zegt, het is belangrijk. En dat signaal krijgen we elke dag. Er moet ook gekeken worden naar de werkomstandigheden van de mensen. De minister geeft aan dat de Belastingdienst samen gaat werken aan het behalen van de gestelde doelen. Hij benadrukt dat mensen in een centrale functie, zoals de Belastingdienst, niet kunnen werken met faciliteiten die slecht zijn. En die faciliteiten beginnen niet bij het gebouw, die beginnen meestal bij de salarissen. Die mogen best beter zijn. Die mogen best beter. En zolang we het niet structureel beter kunnen, gaan we het met incentives doen. Die incentives zijn beloofd. En dat ik dit zeg vandaag, is niet mooi mooi. De resultaten worden geboekt. De resultaten worden door die Belastingdienst worden geboekt. Wij hebben, en het is goed om ze te vermelden, we hebben allemaal meegewerkt dat onze belastingvrije grens omhoog getrokken is. We betalen minder belastingen over het inkomen dat we hebben. De Belastingdienst heeft daar heel veel werk aan verzet om ervoor te zorgen dat wij meer overhouden uit ons inkomen. De bewindsman vertelt verder dat de Belastingdienst eraan heeft gewerkt dat de druk op het inkomen is verlaagd en dan wel voor het eerst in de geschiedenis. Hij benadrukt dat het werk dat de dienst verzet top is en de mensen onder goede omstandigheden moeten gaan werken. Het project wordt gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.